Damien, je hebt net training gekregen van Oleg en Leonie. Hoe vond je het? Heel erg leuk. Wat hebben jullie allemaal gedaan? We hadden eerst hadden we het tikketje gedaan en daarna gingen we nog dribbelen. Toen moest je nog scoren met alle twee de voeten. En toen gingen we gewoon een goal afwerken, acties maken. Toen gingen we nog op het laatste nog een tijdje doen met ze. Zou iemand mijn team één keer willen trainen alsjeblieft? Ik speel in de Jo 12-1 bij Eldenia en zo dat heel leuk vindt. Dan moet je trainer vragen, ja. Hij is de trainer. Damian, vandaag waren de spelers van Vitesse op bezoek. Heb je ze moeilijke vragen gesteld? Ja, één vraag was als iemand bij mij één keer wou komen trainen. En Suske wilde ook één keer komen. En dat vind ik heel erg leuk. Hij moet toch gaan tikken, hij moet het. Pakken. Why did you accept the invite from Damien? Because we were in the hospital and it's like it was a special game. Yes, I received special letter, open letter, or possible to make one training session for my team. And of course I told yes, and today it was a very good training session. For me, big surprise level of the players, quite high, and I received a lot of positive emotions today. What did you enjoy about training today, Oleg? Actually, I enjoy to, you know, the training with the kids is always pure emotions. It's nothing else, no serious things, it's just they enjoy playing football. I enjoy playing with them very much, more than anything. And Leonid, did you see some future Vitesse players in here? Yes, I think we have a serious future from some guys, and one girl is an unbelievable top level and really big surprise for me and for infrastructure, people around, coaches. I receive a lot of positive emotions. Okay, good luck on the Saturday. Be stronger, never cry, always move forward. Okay, thank you. Droomparken, sponsor van Vitesse TV.